Ze zijn er, de gasten. Een bloedeloos gesprek. Zo te zien gaat het regenen, zegt iemand. Een ander. Ik was laatst op een begrafenis. Het was gezellig, maar we moesten maar weer eens gaan. Druk, weet je wel. We bellen nog. Inderdaad is het gaan regenen. Begrafenissen zullen ongetwijfeld ook nog volgen. Is dit het nou? Vraag ik me af, kijkend naar de vuile glazen. Helemaal geen afspraken. Dan spreek je ook niemand. Maar dan reken je daar niet op. In de pauze van een concert vang ik een flart op van een mij interessant lijkende discussie. Vergeef me mijn onbeschaamdheid, zeg ik hakkelend. Maar de basis voor een nieuwe vriendschap is gelegd. Besloten geen nieuwe relaties aan te gaan. De ware zal ik toch nooit ontmoeten. Aandachtig sta ik op een tentoonstelling een schilderij te bekijken. Een warme mannenstem achter me zegt: u lijkt op haar. Voornemens de opmerking te negeren, maar mijn nieuwsgierigheid is sterker. Me omdraaiend komt mijn blik terecht in vriendelijke, onderzoekende ogen. In een poging me te verweren zeg ik vinnig: een variant op, ik ken u ergens van. Nee, zegt hij, ik ken u niet, maar ik zou u graag leren kennen. Iets minder bits, zeg ik, onder het genot van een glas wijn zeker. Hij blijft charmant. In goed gezelschap heb ik geen alcohol nodig, dient hij van repliek. Gelijktijdig schiet de windelach en het pleit is beslecht. De halfnaakte, getatoeëerde kerel is onverwacht wellevend. De heer in chic, driedelig grijs houdt een scheldkanonade door het open raam van zijn bolide. Dat kleren de man niet maken, benadrukt zijn opgestoken middelvinger.